Goedemorgen. We hebben laatst al een keer een vijver getekend. Maar in een vijver horen natuurlijk vissen. Laten we vandaag eens vissen gaan tekenen. Er zijn allerlei soorten vissen. Doe je mee? Ja, vissen. Hoe tekenen we nou een vis? Dat is een goede vraag. Er zijn natuurlijk allerlei soorten vissen. Laten we beginnen met een goudvis. Een goudvis, ja, nou ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Hup, mondje. Hoplakee. En een staart, zo. Een goudvis, ja, hoe ziet een goudvis eruit? Volgens mij zo. Zoiets, denk ik. Van die schubbetjes, zo. Zou dit een goudvis kunnen zijn? Ik vind het best wel leuk, zo. Een goudvis. Planten. Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei soorten vissen. We kunnen ook een haai tekenen. Nou ja, dat is zo vaak gedaan. Dus dat wou ik eigenlijk niet doen. Ik heb eigenlijk niet zo'n zin om een haai te tekenen. Maar laten we eens een snoek tekenen. Een snoek, dat is een vrij lange vis. Zo. Een lange bek. Een spitse snuit, zo. Zoiets. En hier nog een buikvinnetje. Hierachter heeft hij ook nog een vin. Nou, dit is de staart. Zo. En hier van die kieuwen. Hier nog wat strepen op zijn kop. Ja, en dan is hij zelf ook nog een beetje gestreept. Zo. Hij valt in ieder geval niet goed op, want hij gaat op de loer liggen op andere vissen. En als er dan een andere visje voorbij komt, dan slaat hij toe, zeg maar. Ja. Wat voor vissen zijn er nog meer? Je kan allerlei soorten vis verzinnen natuurlijk. Zo. En dit is een baars. En die heeft een vrij grote vin bovenop. Een kleinere vin aan de onderkant. En dan heeft hij hier ook nog een vinnetje. Zo. En dan die streep op zijn lijf. Misschien wel een beetje tijgerachtig zo, of een zebra. Ja. Ja, wat hebben we nog meer? Je kan natuurlijk ook nog een maanvis tekenen. Hup. Het is een... Ja, dat is een heel aparte vis om te zien. Zo. Kiepen. Een vinnetje hier, een heel klein vinnetje. Hier een klein vinnetje. En ja, dit is natuurlijk helemaal een soort vin. En zijn staart. En dan ook vaak mooie strepen erop. Een soort maanvis. Nou, probeer zelf ook eens wat vissen te tekenen. Je kan natuurlijk ook nog zo'n bodem van zo'n aquarium. Je kan er, ja, of een zeebodem of een aquarium. Je kan er van alles van maken.
Geeft die vissen wat belletjes zo. Ook altijd leuk. En, ik zou zeggen, dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.